We gaan een diagonale knoop knopen. Het gaat als volgt. Dunne zijde aan de rechterkant, brede zijde aan de linkerkant. We gaan hem met de brede zijde knopen. Je hebt niet heel veel stof nodig. Ik heb hier de naad ongeveer van de dunne zijde. Ja, het is een beetje afwegen uiteindelijk van hoeveel dat je nodig hebt. Dus ga er iets boven zitten. Ik ga links over rechts, achterlangs. Ik ga voorlangs. En ik ga nog één keer naar achteren. Daarna ga ik met de linkerkant nu door het midden heen, waardoor ik de diagonaal krijg eigenlijk. Dan haal ik hem hier van achteren naar rechts toe. Nu komt een beetje het lastige van de knoop. Dat is dat ik deze lus moet openen. En deze niet, deze gewoon hier via de voorkant door deze lus heen halen. Daarna kun je de knoop rustig aan hem aantrekken. Achter en vastpakken kun je hem aantrekken. Wat je, vooral moeite mee zal krijgen is dat hij, omdat hij diagonaal is, dus dat dit zo naar achter gaat komen. Dus je zult hem zelf handmatig even moeten proberen te corrigeren door hem echt te draaien en over die kleine, over het dunne gedeelte heen te krijgen. Omlaag. En hiermee heb je een diagonale knoop. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Vind je het leuk? Geef even een duim. Veel succes!